Rob van Gamers HD Movement en dit is de zesde episode van Skyblock. Ik speel met TheMr25 en we gaan voortwerken aan ons huisje. En als er nog een beetje tijd over is, gaan we ook nog een mob spawner maken op abnormale wijze. Ja, dat zult je wel zien. We hebben ook onze Snow Golem farm een beetje aangepast. En we hebben al een beetje sneeuw geschept, een beetje ongeveer 17 stuks denk ik. Oké, maar ja, ons huisje gaat te hard zijn. Eerst maken we. Waar moet ik dat takenbord zetten? Waar er plaats is. Zit dat hier of zo? Wacht, ik kijk. Hier. Maar niet zout maken, dus. Staan ons water erboven. Zo, daarachter of zo. Weekend aan zee. Dus, TheMr25 gaat een. Voilà, oeps. Gaat een takenbord maken. En daarop kunnen we zien. Gaan we laten zien wat we elke dag. Of elke episode gaan doen. Zo zijn jullie ook direct al een beetje op de hoogte. Als je ook nog challenges weet, zit dat hier ook nog. Ja, dus ik kan dat hier maar. Waar? Ja, oké, dat kan ook. We gaan wel nog de ramen. Oeps, iets. We gaan de ramen nog uit ons huisje laten, want die hebben we eigenlijk niet. Die zullen voor later zijn. Dat lukt dus niet, hè. Kan je hier geen derde op? Ja. Wat het eigenlijk de bedoeling was van dat deken aan zou zetten. Dit is toevallig een X. Een X? Ja, maar ik moet die even gebruiken. Doe dat gewoon even met u. Ik zal hem wel even inmaken. Iedereen krijgt een kleine room en dan op de tweede etage staan al onze chesten met alle stuff. Zoiets groot. Zoiets groot. Je zult wel zien. We hebben een paar taken al gekregen, dus. Ja, en twee heb ik er al van gezegd. Dus. Wat was dat? Die taken dat je gezegd hebt. Mobspawner maken. Maar dat is een stukje van de mobspawner, als we nog tijd hebben. En dan ook nog. Hoe noemt het? Ons huisje afwerken. Hè. Ja,
Rules of Mania, wil je het ook? Ja. Oké. Dat goed is. Oei, dat gaat niet groot genoeg zijn, denk ik. Moet ik deuren maken? Ja, dat mag. Hey, Mats, kom daar hier eens even rap op pakken nog. Oh ja, wat is dat dan? Al die chests verplaatsen naar boven. Hier. Dat is misschien wel goed. Mobs waren. Dat zijn goede tools. Ja. Alle tools die nog goed zijn hierin. Bows waar we nog mee kunnen schieten ook. Wauw, mooie raam.
paar dingen niet passen, jong. Maar we moeten ook een verdieping maken. Ja? Ik weet niet, die mopstuf alleen, die gaan we hier een keer laten staan. Hè. Daar moeten we rap kunnen. Eén verdieping. Nog één verdieping. Waarom? Omdat er een challenge is. Maak een huis met 3 verdiepingen. Oké, ik kom dat hier nog eens oprapen. Dat zit hier weer al vol. Waarom hebben wij toch ook zoveel? Dan gaat hier een ladder komen naar de andere verdieping hier. Dat huis dat gaat niet mooi zijn, deze kerel. Is dat armer? Hij is vet weg. Ik sta een beetje in de weg. Zijn dat tools? Ja. Hier moet een ladder komen. Goed. Ik maak wel ladders. Ja, oké. Moet die mopstuf ook naar boven? Ik denk het wel, ik weet niet. Ik ga dat ook nog even laten, want... Moet jij eens komen? Ja. Zie jij dat plaatje op de grond, achter u? Impact. In naar de koers zetten? Drie. 3 of 4 heb ik gezien. Alles. Ja. Rob. Ja. Ik ga nog iets anders doen, maar zet dat plaatje een keer bij tools. Welke tools? Daar beneden bij die chest. Ah ja. Ik ga al een dingen maken voor de mob spawner. Ja, oké. Okay. De mob spawner gaat uit sneeuw staan. Ja, dat was dus de, wat dat we zeiden. De abnormale mob spawner. Dus, we hebben al dat sneeuw dat je daar ziet. Dat gaat niet genoeg zijn natuurlijk. We gaan ook bij moeten gaan minen of. Dat gaat dus. Opspanner zijn en hij gaat dan wat sneeuw zijn, dus heel abnormaal. Ja. Dat is het helemaal niet, het was aan het einde, want ik heb zoveel als we willen. Ja. Zo diep gezien nog? Ja. Wat van die avion is. Goed, het wordt hier een avion niet schuldig. Ja, dat is zo goed. Ik hoop dat ik genoeg gehad heb. Hola. Het lijkt Spike. Oké. Het lijkt Spike is voorbij. Hopelijk komt hij niet meer terug. Hoe lang is het nog voor de dingen? Voor de aflevering? Ik zal eens kijken. Nog niet zo lang meer.
Want mijn koppel is op, dus ik ga hem te hakken. Ah nee, ik heb nog een stuk. Er zijn verschillen tussen hebben en een stick hebben. Ja, die zat in nog in de chest. Oké, we zullen wel een beetje een licht nodig hebben. Waar zijn de torches? Die zijn op. Ja, oké, geen licht dus. Maar ik moet zo'n fout hebben. Wat hebben ze? Dus dit is het takenbord. Kom ik achter de farm? Ik denk dat dat wel ver genoeg is. Netherport dan? Ja. Dat kunnen we nog maken, maar ik zou niet weten hoe. Oh wel, ja, dat is het hem juist. Ah jawel, in de spawn. Daar kun je lava. Wat lava? Hé, kom eens. Kom daar hier. Wacht, ik heb weer al een lekspraak. Ik heb een eiland gevonden. Ik weet niet hoe dat het komt. Ja, wacht even. Oké. Ik ben daar langzaam naartoe aan het gaan. Waar? Manchester al. Ah, daar. Dat lijkt van een andere speler. Dat kan niet, denk ik. Ofwel? Totaal niet. Is dat van waar? Voor ons. Zie je het? Oei, joh, dat is van een andere speler. Oké, kom, we gaan daar naartoe. Ik ga even nog een beetje raampjes maken, want anders gaat het nog wel een beetje donker worden. Huisje. Ik hoop dat daar niemand op zit op dat eiland, want anders zijn we gezost als die veel stuf heeft. Dus als je er iemand op ziet en hij heeft ons nog niet zien komen, pak dan al uw zwaarden en zo. Hè. Moeten we dat eens niet vragen, want we weten niet eens of dat van spelers is. Dat maakt niet uit. Maar kom dan eens een zwaard geven als die. Maar we gaan met pijlen bogen, we hebben pijlen genoeg. We hebben speciaal pijlen ook. Ja. We zien één klap dood. Oké, nu heb ik wel echt een probleem. Oké, challenge voltooid. Welk? Huis met 3 verdiepingen, check. Mobspawner zijn we bezig, dus. Ik heb geen kobbel mee. Stap even. Oké mensen, of er nu echt wel iemand op dat eiland zit, of als dat gewoon zo gemaakt is, dat zien jullie volgende episode, of misschien ook niet, dat weten we nog niet. Dus dan wordt dat de 7e episode. Tot de volgende. Yo.